Danielle, is het er al, dat gevoel, dat WK-gevoel? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, het voelde ook echt als een WK-overwinning, heel raar, maar dat is het natuurlijk niet. Nee, dit is er zeker. We zijn zo hard naartoe aan het werken en ja, mag wel echt beginnen nu. Zo'n riante overwinning tegen Australië, wat zegt dat? Ja, dat geeft gewoon heel veel vertrouwen. Ik bedoel, ze staan volgens mij op nummer 6 op de wereldranglijst. Dus ja, we hebben het gewoon goed gedaan. Ja, ik denk dat we gewoon vooral naar het eindresultaat moeten kijken en hartstikke blij moeten zijn met de 3 punten. Een serieuze tegenstander, hè? Een serieuze oefentegenstander. Australië komt ook uit op het WK. Maar die dames, die struinen er goed in, hè? Ja, ik bedoel, dat is van tevoren dat ze super fit en fysiek waren. En ja, dat is helemaal niet erg. Dat mag natuurlijk ook. Ja, dus ja, dat wisten we. Maar nuttig denk ik ook als we kijken naar het WK. Ja, zeker. Zo'n tegenstander om daar tegen te oefenen. Ja, en nee, ik denk ook dat Nieuw-Zeeland ook zo speelt. En Canada is ook. Ja, Cameroen, ik denk dat die ja, bijna alleen maar fysiek zijn. Dus ja, het is heel goed om tegen te oefenen. Dus ik ben eigenlijk echt blij met deze tegenstander, ja. Zijn er nog zaken waar jullie aan moeten werken als Oranje zijn? Nou, ik denk het wel. Als we vooral naar het eerste half uur kijken, dan denk ik dat we daar heel veel uit kunnen halen. Je zet er ook druk, hè, Australië? Ja, dat ook. Maar wij probeerden ook wat druk te zetten en dat ging niet zo goed. Dus daardoor kwamen ze eigenlijk een beetje in een spelletje. En ik denk dat we dan vanaf minuut 1 beter moeten doen. En dan heeft de tegenstander gewoon geen kans. 2 jaar geleden, toen won deze groep het EK. Tenminste, het overgrote deel, hè, moet ik zeggen. Nu zijn we 2 jaar verder. Zijn jullie ook echt veel verder, denk je? Om ook op mondiaal niveau iets te kunnen bereiken? Oh, ja, dat vind ik een lastige vraag. Maar ik neem aan dat iedereen wel gewoon stappen maakt gedurende de tijd. Ik bedoel, in 2 jaar tijd kan je heel veel stappen maken. Maar ja, ik denk gewoon dat wij als groep heel goed weten wat onze kwaliteiten zijn vooral. En ja, wat onze speelwijze is. Er is zo hard aan gewerkt. Dus ja, ik denk wel dat wij stappen hebben gemaakt, ja. Vandaag in het Philipsstadion een nieuw record, weer qua toeschouwers. Wat verwacht jij ervan in Frankrijk, van de supporters? Ja, ik hoop en ik denk echt dat er heel veel supporters zijn eigenlijk. En dat het een beetje oranje gaat kleuren, dat hoop ik natuurlijk. Het zou superleuk zijn. Ik bedoel, ja, het is bijna niemand te ontkennen. Het is zo geweldig elke keer als we in een vol stadion spelen. Dus ja, ik hoop echt dat Frankrijk ook zo gaat.